I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it, screams from the haters. Zijn jullie klaar? Ja. 3, 2, 1. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Wacht, ik moet even zitten. Gaat het, jongen? Oh, heb je niet dat je benen gaan slapen in dat ding? Jawel. Ja? Maar laat jouw benen eens even zien, want je zit als een soort van pakketje zit je in de stoel. Hier zijn de benen. Daar zijn de benen. Au, joh, wat doe jij? Oh, waarom doe je dat? Ja. Doe nog eens. Wow. Die dus zijn redelijk flexibel zoals je zit. Maar leg even uit hoe dit kan. Nou, ik ben geboren zonder scheenbenen en zonder knieschijven. En eigenlijk hetgene wat mijn onderbeen en mijn bovenbeen connect, is eigenlijk vel. Er zit dus wel spier omheen, dus ik kan ze bewegen. Maar ik kan een, ja, het zit eigenlijk niet aan elkaar vast. Maar mag ik er eens aanvoelen? Tuurlijk. Dit kan ik dus gewoon helemaal bewegen? Ja, het is gewoon net een soeplepel. Maar hoe ver kan je dit draaien? Ja, eigenlijk heel ver. Kan die nog verder dan dit, denk je? Door. Nee, kan je tegen kietelen? Oh, heerlijk. Ja. Of voel je dit dan niet zo goed? Ik voel het wel, maar mijn vrouw doet dat elke avond. Dus dan... Als ik 2 staartjes in doe. Maar leg even uit hoe dit kan. Mijn moeder had een virus tijdens haar zwangerschap. Daarvoor moest ze medicatie slikken. En die medicatie heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik mijn scheenbenen en mijn knieschijven mis. Wat voor virus dat precies is geweest, weet ik niet, want ik ben geadopteerd. Maar het is wel een virus wat dus alleen voorkomt bij vrouwen die in de zwangerschap zitten. En dat virus heeft ook nog een effect gehad op mijn hart. Ik heb een mechanisch hartlab, hartoperatie gehad in 2017. Ik heb astma gehad toen ik jong was. Ik heb darmproblemen gehad, nierproblemen. Dus eigenlijk had dat virus zichtbaar effect aan de buitenkant op mijn benen. En van binnen eigenlijk op heel veel organen. Maar toen dacht je, ik heb toch wel echt het perfecte lijf om gewoon super hoog lekker te gaan sporten. Ja, ik ben altijd heel explosief geweest, heel actief, fanatiek. Ik wil altijd winnen, enorme winnaarsmentaliteit. Toen kwam ik eerst bij tafeltennis uit. Daar was ik best wel goed in. Toen kwam ik op rolstoeltennis uit. En in 2021, afgelopen jaar, ben ik naar de Paralympische Spelen in Tokio gegaan. En 50 geworden, punt achter mijn carrière gezet en begonnen met wielen. Ik merkte in het rolstoeltennis dat ik er wel goed in was. Anders ga je natuurlijk ook niet naar de Spelen. Maar ik merkte ook dat het niet mijn hoofdtalent was. Mijn talent is explosiviteit. Ik was op dat moment de allersnelste rolstoeltennisser ter wereld. Nou, toen de keuze gemaakt en nu lekker aan het wielen. En of nou, ik... Kijk, ja. Ja, het was een aardig race, hè? Maar, want hoe is het voor jou om zo te sporten als je dus een scheen en een knieschijf mist? Ja. Waar loop je tegenaan? Ja, eigenlijk niks, want ik race tegen andere jongens, tegen andere mannen die in dezelfde soort stoel zitten. Die precies dezelfde sport beoefenen. Dus in principe vergelijk je appels met appels. Maar verdwijnt dan een soort van je beperking? Als je zo gelijk bent aan elkaar, dat je het dus helemaal niet meer voelt? Ja. Toen ik jong was, en toen laat ik dan zeggen, tussen mijn, denk zeker vanaf mijn 12e tot mijn 18e, had ik altijd heel veel vragen van, hey, waarom zit ik in de rolstoel? Waarom kan ik niet zo hard rennen als hun? Ik wil ook mee kunnen voetballen, gewoon op leuk niveau. Op een gegeven moment ben ik gaan inzien, ook door het rolstoeltennis, door het topsport, 30 weken per jaar reizen, elke dag hard trainen, nieuwe culturen leren kennen, dat eigenlijk mijn beperking een voordeel was. Dat ik op plekken kwam waar leeftijdsgenootjes niet zijn gekomen of nooit zullen komen. Dus toen zag ik ineens van, hey, ja, het is ook eigenlijk best wel chill. In iets wat een nadeel lijkt te zijn voor de buitenwereld en ook een nadeel was voor mij, ja, is nu een voordeel geworden, is nu een kracht geworden. Ja, maar ik wil wel even weten wat je tijd nou was. Wat was je tijd? 14 seconden. 14 seconden, is dat goed of niet goed? Dat is niet goed. Nee, ik merk het aan je. Je hebt een slechte dag. Ik heb vanochtend al getraind. Maar dat is geen excuus. Ja, ja. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat we nog een tandje erbij moeten zijn. Misschien zometeen nog een keer. Wil je nog een rondje doen? Ik wil nog een rondje. Misschien is dat wel eerlijk als ik ook iemand achter mij heb hangen. Wat? Hij is volgens mij 75 kilo. Oké, dus dan ben jij eigenlijk een soort van 2 keer zo zwaar. Ja.
Ja. Ja. Oké, let's go. Let's go. Goed idee. Maar, en wat denk je? Jij denkt dus dat je het nu gewoon nog steeds haalt? Nee. Ik weet het. Oké. Dat is die topsportmentaliteit, hè. Alright. Zijn jullie er klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Ja! Nou, cheers. Op de goede training. Op de goede training. Je zei het al een beetje over je adoptie. Hoe is dat nou allemaal gegaan vroeger? Dat is een goede vraag. Toen ik 2 weken in Nederland was, dus toen was ik 8 weken oud, ben ik gelijk in een ziekenhuis terechtgekomen omdat ik veel hartproblemen had. En toen hebben de artsen tegen mijn ouders gezegd dat ze afscheid moesten gaan nemen omdat ik echt ziek was. En ze zeiden, hij gaat het niet halen. Ik heb later te horen gekregen van mijn ouders dat ik een survivals mentality heb. Dat waarschijnlijk te maken heeft met dat ik bijna dood ging als kind. En echt moest vechten om te overleven. Van oké, aanval is de beste verdediging. Ja. Dus als iemand iets lelijk zei, dan werd ik boos. Dan sprong ik erop. Of ik ging vechten, of ik ging schreeuwen. Ik werd altijd boos. Maar jij zit hier nu als best wel een chille vent. Ja. Heb je nog steeds zo'n kort lontje? Moet ik ergens voor oppassen? Of, Nee. Om te dealen met mijn problemen. Sport was 1 ding. Ik kon mijn frustraties daarin kwijt. En ik was er goed in. Ik was getalenteerd. Maar je traint natuurlijk niet 24 uur op een dag. Dus als ik uit mijn training kwam, was ik weer gefrustreerd. Dus op een gegeven moment wat ik ging doen, is ik ging de straat op. Ik ging blowen. Om mijn 18e had ik op een gegeven moment een feestje. Want vanaf mijn 16e tot mijn 18e, naast het blowen, begon ik ook veel te feesten. In het weekend dan voornamelijk. Geen goede combinatie met sport. Maar ik begon dat te doen en op mijn 18e kwam ik op een feestje hier in de stad in Arnhem. En er waren 2 dames. Ja. En die vroegen aan mij en een goede vriend van mij of we mee wouden gaan naar een afterparty. Op een gegeven moment was het 11 of 12 ochtends. Er stond een flesje Fanta op tafel. Alcohol was op. Dus ik dacht van, even iets normaals. Dus ik pak die Fanta. Neem een paar grote slokken van die Fanta. Bleek puur GHB te zijn. Wow. Uiteindelijk, ik wist niet dat GHB zijn. Dus ik zei tegen die meiden van waarom smaakt dit zo raar? Gewoon lachend. Ik zeg, heb je dat echt gedronken? Ik zeg, ja, ik heb dat gedronken. Wat is dat dan? En ook veel dus. Ik met mijn ogen open en koud. Reageerde niet meer. Dus die vriend van mij, hij werd boos. Hij zei van, we gaan nu de ambulance bellen. Uiteindelijk lag ik in een coma. Zes uur lang in een coma gelegen. Toen ging ik nadenken van, wat als ik nu dood was gegaan? Dan zou ik gewoon een nummertje zijn geweest. Gewoon egoïstisch leven. Dus ik ging kijken van, oké, er moet een reden zijn dat ik leef. Nou, en hoe ik dat altijd vergelijk, is alsof er iemand voor jou staat met een pistool en die schiet. En er springt iemand voor jou om jou te redden. Iemand anders neemt die kogel. Zo heb ik dat, zo ervaar ik dat. Alsof iemand het van mij heeft overgenomen. Alsof het 2 keer je leven is gered. Alsof 2 keer mijn leven is gered. En toen is het dus gewoon echt een soort van knop omgegaan dat je dacht, nooit meer die boze jongen. Ja, mijn oude naam, ik heette Carlos. Carlos was mijn oude naam. En Carlos staat eigenlijk, dat presenteert eigenlijk mijn oude leven. Dus toen ik ben gedoopt, op mijn 18e ook, toen heb ik mijn naam laten veranderen in Lito King. Lito staat voor Light, King staat voor People of God. Aziel is mijn derde naam, staat voor God is my strength. En dan mijn achternaam Anker. Carlos is in principe dood, Carlos is begraven. Het is 2 keer dood gegaan. Oké, gaat u voor. Dankjewel. Goedemorgen. Hallo. Ik kom een paspoort en een rijbewijs ophalen. Gaan we eens even voor je kijken. Wacht, op het moment dat je hem krijgt, ga ik een foto maken als een trotse moeder. Ja, dat is goed. Als een trotse moeder. Hier hebben ze ons paspoort. Ja, dan alsjeblieft. Check hem even. Kijk. Dat is hem, man. Dat is wel, hè? Priscilla. Priscilla. Ja, mooie naam. Priscilla. En het rijbewijs. Alsjeblieft. Yes. Doe voorzichtig. Dank u wel. Zo, hebben we dat ook weer gehad. Lekker. Ik heb hem. Nou, spreek het eens even uit, je naam.
Lito, King, Aziel, Anker. Die King is ook wel echt lekker, hè? Die King is ook wel lekker. Ja, die King is wel lekker. Die King is... klinkt goed. En voelt het ook alsof je dan een beetje zo dat oude... die oude jij, zeg maar, nu echt helemaal achter je kan laten? Ja, ik moet zeggen, nu dat ik dit echt in mijn hand heb... krijg ik wel het gevoel van, oké, hoofdstuk afgesloten, een nieuw hoofdstuk starten. Ja. Welk huis is het? Dit huis. Met de ooievaar. Wat is dit dan? Ja, die ooievaar opgehangen. Nee, zeker niet. Zo, wat een leuk huis. Dit is waar het allemaal gebeurt, ja. Mooi, man. Tof, hè? Nou, ik zag een ooievaar, dus ik denk van shit. Je dacht, je krijgt een kind. Oh nee! Nee, er is een nieuw persoon geboren, maar ja, dat ben jij. Kijk eens. Hier is hij dan. Hier, ga maar eens even rond ermee. Lekker baardje klein, hè? Ja, zo. Nou, gaan we even zitten. Ja. Ik zat natuurlijk lekker zitten. Op! Zo, is het allemaal voor mij? Nou, fijn dat jullie er allemaal zijn bij dit festijn. Ja. Ja, dit is toch wel, dit is wel een surprise, hè? Ja, toch? Ja, ook al het eten, jullie weten wel, allemaal blij te maken weer. Nou, proost, Carlos. Proost. Ja. Carlos, Lito. Ik moet er nog zo aan wennen. Lito. Ja, het zal nog even wennen zijn. Ja, dat gaat wel even wennen zijn. En vind je het een mooie naam? Nu wel. Ja? Ja, maar ik heb eerst al, in het begin dacht ik, nou, ik heb ook wel eens tegen je gezegd van, goh, is dit wat je nu doet, is dat wat past bij je nieuwe identiteit? En hoe is dat er voor jou als zus? Want jij hebt hem denk ik ook zien veranderen. Ja. Dat weet je, ik weet, omdat we natuurlijk allebei zijn we ook geadopteerd. Dus we hebben allebei best wel een niet per se een rugzakje, maar we hebben best wel wat te verwerken gehad. En en ik heb het uit in woede, mijn broertje ook. En daarom, als ik hem nu zo zie hier zitten en met alles wat hij gedaan, hij is getrouwd. Dat is toch een bevestiging voor mij van, hij is er gekomen. Alleen, het heeft gewoon even wat meer tijd gekost, ja. Maar vertel eens even hoe jullie elkaar hebben ontmoet. Nou, dat moet ik het ook. Dat is jouw afdeling. Yes, I was studying in France. And then I had a friend from Morocco who was also playing wheelchair tennis. After that, I was in France to study my master's degree. And then I went to see her in Belgium for a tennis tournament. There I met him. We were still just friends. And what was your first impression about Lito? Well... Why are you laughing? Yeah, because his first impression about him is also nothing to do about... So all handsome guy. Handicap. Yeah, I mean, it was nothing to do with handicap. No. It was just, he was just so social and happy. And I'm very calm and I don't socialize easily with people in the beginning. So he was just coming to me and, you know, he was also interested because I was so quiet compared to him, how he was. So then, then I was also interested in how he was because he's so happy, he's positive and he was so talkative. So that was just, first impression. Yeah. And are there still moments that you see Lito has difficulty with his disability? He himself, I don't think so. I don't think there are any physical difficulties, I wouldn't say. And then other things are like we also spoke about before that can be some scars and angers that he had, but from long time ago, like everyone has. Zullen we dan afsluiten met een paar laatste woorden die jij misschien hebt naar je oude jij? Rest in peace. Yes! Dat is een hele mooie. Chin chin, dat is een mooie. Ja. Nou, gezellige begrafenis dan. Toch? Ja, ik zou het niet anders willen. Niet anders gewenst hebben. Dankjewel. Je zal het maar hebben.